Nou, we hebben het in de vorige video gehad over de alle goedkoopste. Wat nou als je de alle duurste wil zijn? Je kunt, zoals ik hier zeg, meer geld vragen dan nodig. Het kan zijn dat je 1 euro kostprijs hebt. Hè. Ik heb even dus de vorige sheet erbij gehouden. 1 euro kostprijs. Adviesprijs is 2 euro. Nou, zoals die hier misschien al staat, je kunt er 10 euro voor vragen. Ja, kan. Heeft het zin? Heeft het zin? Is het nodig? Denk je dat mensen het gaan kopen voor 10 euro? Denk je dat je er genoeg afzet voor hebt? Weet je, er zit een kantelpunt tussen, oké, je vraagt iets meer en het stukje, ja, maar nou ben je mensen aan het oplichten. Voor 10 euro van een stift die 1 euro kost, normaal 2 euro, 2,50, oké. 2,70, oké. 3 euro, ook oké. 4 euro, nou, als het een heel zeldzaam winkeltje is waarbij er niemand anders in de buurt zit, zou het ook nog kunnen. Maar dan houdt het wel een keer op. Het houdt een keer op. En je kunt wel meer vragen dan nodig. Hè? Je ziet het overal, hè? Laten we heel eerlijk zijn. Ik kan een kiwi kopen bij de Albert of bij de supermarkt voor X. Ik kan een kiwi kopen bij een gewone groenteboer voor X. Ik kan een kiwi kopen bij de Turk of wat dan ook op de hoek voor Y. Ik kan overal wel een kiwi scoren, maar wel in 6 verschillende prijskategorieën. En ja, de een zegt, ja, mijn is een lange houdbaar. En de ander zegt, ja, maar de mijnen zijn veel verser dan die daar. En de mijnen hebben, weet je, er is overal wel wat. Maar die prijzen, ja, die zijn allemaal niet zo heel veel verschillend. Alleen, op het moment dat je zegt, weet je wat, 500 gram kiwis. Ik noem wat, 500 gram kiwis kost 5 euro. Ja, bakje kiwi, 5 euro. Iemand zegt, ja, maar bij mij kost als een tientje. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk dat hij heel lang met die kiwis gaat zitten. Tenzij het een groenteboertje is die op een of andere afgelegen plek zit, waar een camping in de buurt zit, waar voor de rest helemaal niemand zit. Dan ga je zeggen, oké, kiwi's een tientje. Maar ja, als we naar de grote stad moeten, zijn we een half uur onderweg. Dus we kunnen beter hier dat doosje kiwi's halen voor een tientje. Ja, dan hebben we ze maar. Ze moeten helemaal daarin. Kost ook weer tijd, kost weer brandstof. Snap je? Dus het is vraag, aanbod. Waar zit de doelgroep? Wat zoekt je doelgroep? Wie is er nog meer? En op basis daarvan kun je natuurlijk een goede prijs maken. Maar ja, wil je dan de alle duurste zijn? Want wat je gaat krijgen, hè? Stel we pakken dat scenario van, hè, we hebben hier een campingje. Zo, ik zal even een tent tekenen. Camping, zo, camping, camping. En 100 meter verderop zit een winkeltje. Winkeltje, kijk, winkeltje. Leuk winkeltje. Ik moet nou een mooi winkeltje tekenen. Zo, winkeltje. Zo, doe het even zo. Hè? Winkeltje, winkeltje. Zo, winkeltje. Hè? Hier kun je die kiwis kopen. En hier, nog verderop, hier is de grote stad. Hè? Hier zit een grote stad, groot. Maar dat is, ik noem wat, 10 kilometer. Dan kan ik dus hier die kiwis kopen voor een tientje. Hier kan ik ze kopen voor 5 euro. Op het moment dat ik hier zit en ik heb alleen wat fruit nodig, dan koop ik ze hier voor een tientje. Maar wat je dus krijgt op het moment dat ik meer nodig heb, ik denk van nou, ik moet wel even een goede tas boodschappen halen. Dan denk ik, het is voor mij de moeite waard om 10 kilometer te rijden, om hier in de grote stad allemaal boodschappen te gaan doen, om weer terug te gaan. Dus dan sla ik het hele winkeltje over. Dus je vraag, ja, de vraag aan jezelf zou moeten zijn, wil ik kleine aantallen producten verkopen in, voor een hoge prijs, of wil ik in meerdere volumes, hè, in grotere aantallen, producten verkopen voor een iets lagere prijs, voor een concurrerende prijs. En hè, in dit winkeltje zou zo'n stift kunnen liggen voor 10 euro, terwijl die hier misschien 2 euro kost, of 1,50 misschien wel. Ja, dat is de vraag. Wil je hier zitten, of wil je hier zitten? Of wil je hier tussenin zitten? Hè? Dat kan ook. Je zegt, nou weet je wat, ik zit op 5 kilometer. Ja, dan kan het zijn dat mensen zeggen, oh, nou ja, hier zit nog wel een buurtsuper, dat is ook nog wel te doen. Maar dan hoeven we niet naar de grote stad parkeren, druk, chaos, oh, dat doen we toch hier. En hier kosten die kiwis misschien 6 euro. Prima, hier kost die stift, hier kost diezelfde stift, kost misschien 1,80 of misschien 2,10 of misschien 3 euro. Hè, maar nog steeds geen 10 euro en hier kost die 10 euro. Snap je een beetje wat ik probeer te zeggen? Dus op het moment dat je zegt, van ja, moet ik meer geld vragen dan nodig? Ja. Ik zou het niet per se doen. Ik zou gewoon kijken, vraag, aanbod. En waar zit dat aanbod? Hoe krijgen mensen dat aanbod? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ze tegen die prijs zeggen die ik neerleg, wauw. Oh, nou, valt mee.
Doe maar ook, hè? Doe ook maar een bakje voor de mensen die naast me zitten. Of ik sta met mijn schoonouders op de camping. Doe maar 2 bakjes kiwis. 2 bakjes kiwis. Lekker. Oh, stift. Ja, nou weet je wat? Doe er nog maar 1 voor de zekerheid. Want dan zal je weer net zien dat die leeg is als ik... Dat. Ik geloof daar veel meer in. Ik geloof erin dat je niet de allergoedkoopste moet willen zijn. Je moet ook zeker niet veel te duur willen zijn. Maar je moet net op die plek zitten dat mensen zeggen... Hey, goede prijs. Goede kwaliteit. Ik wil dit. Eigenlijk wil ik het nog een keer. Weet je wel, dat. En dat bereik je door gewoon aan mensen te vragen. Door gewoon feedback te krijgen van je klanten. Te vragen, te kijken, te observeren. Als ik hier die stift heb liggen. Die stiften liggen zo in een bakje. Zo, met de prijs eronder. En mensen kijken ernaar en die leggen hem weer terug. En dat gebeurt 10 keer op een dag. Ja, dan kan je de volgende dag eens proberen. Weet je wat, ik ga die stiften ga ik eventjes voor wat minder neerleggen. Kijken wat er gebeurt. Hé, dan worden die stiften wel verkocht. Dat is interessant. Kiwis, idem dito. Liggen die kiwis daar voor 10 euro in een bakje. Doe je ze de dag daarna, doe je ze 9 euro. Of de 7,50. En misschien verkoop je ze wel bij 7,50. Hè, veel meer. Dat mensen denken, oh, no, 7,50. Doe nog maar een bakje. Hè, de mensen denken, nou ja, hier 5 euro. Als een knakie, 2,50. Ah, voor die moeite, prima. Hè, dan kosten ze hier misschien 6 euro. Dat ze denken, ja, maar hier 7, ik ga niet voor 1,50 naar de supermarkt. Dan koop ik ze hier wel meteen. Dat, weet je, zoek die prijsrange op. Dit is je kostprijs, dit is de bodemprijs. Dit is de adviesverkoopprijs in de regio, in de branche. En dan kan je best wat boven zitten. Want als je hier iets boven zit, als je zegt, weet je wat, ik vraag er gewoon lekker 2,50 voor. En dan kan je hier wat meer mee doen. Dan kan je ook wat met service en garantie doen. Hier kun je ook zeggen, weet je wat, en dat is misschien de stift een beetje een stom voorbeeld. Maar stel je hebt een keer een leuke actie. Hè, stel je verkoopt taarten, ik noem maar iets. Dat je zegt, omdat ik iets meer vraag, kan ik dus zeggen als iemand zegt... Hey, ben je jarig? Kom je bij ons taarten bestellen? Dan krijg je 1 taart voor de helft van de prijs. Ik noem maar iets. Hè, je kunt wat meer service bieden, waardoor mensen weer de volgende keer aan jou denken. Ik kan hier wat meer service en garantie geven. Hè, en een stift, ja, misschien moeilijk, maar stel, ik heb een kantoorartikelenhandel... en ik heb dus onder andere deze stiften. Iemand koopt het bij mij en ik vraag, joh, mag je postcode en je geboortedatum? Waarom dan? Ja, dan zet ik in het klantenbestand en als je dan jarig bent, krijg je wat leuks. Oh, nou, dat vind ik wel leuk. Vervolgens kun je dus op die verjaardag van die persoon, kun je wat opsturen. Of je kunt, weet ik veel wat, als ze in de winkel komen, wat meegeven. Of ze een actiebonnetje opsturen. Dat kan, omdat je hier die marge hebt ingebouwd. En dat wil je. Tenminste, ik wil dat. Ik wil genoeg marge hebben om service en garantie te kunnen bieden. Ik wil niet de duurste zijn. Ik wil zeker niet de bodemprijs pakken. Want als ik de bodemprijs pak, weet ik dat ik vroeg of laat pijn heb. Dat ik vroeg of laat gekort word op het stukje. Ik moet te veel inleveren. Ik kan te weinig bieden. Waardoor mensen zeggen, nou, ik ga wel iemand anders toe. Want dan betaal ik iets meer, maar dat is het wel beter geregeld. Dus denk er goed over na. De alle goedkoopste. Ergens wordt de prijs betaald. De alle duurste wil je ook niet zijn. Want als je hier 10 euro voor een bakje kiwis vraagt... Dan gaat deze ermee vandoor op een gegeven moment en die gaat er ook mee vandoor op een gegeven moment. Dus je wilt zorgen dat je precies goed zit, dat je dit kan doen. En hoe kom je daar nou achter? Testen. Testen, testen, testen. De ene dag 10 euro, de dag daarna 9 euro, de dag daarna 5 euro, de dag daarna 6 euro. Testen, testen, testen. Want alleen als je test, zal je zien dat je erachter komt wat mensen willen.